Grappig dus van de Action. De sierseltjes. Die is mooi. Ja. Ja. Heel mooi geworden, Lucilla. Ze vindt het toch vet leuk ook. Mam. Ja. Hoi. Wij zijn familievloggers Pinga's. En ik ga naar school. Zo'n dagje met Fanny. Leuk dat je weer kijkt. Kom zo, naar school. Papa, nog een kus. Zullen we? Ga lekker met mama spelen. Tot straks. Dag. Doei. Veel plezier op school. Nou, zeg maar dag, Luan. Nee. Veel plezier op school. Zie je, geeft kusjes. Dag, Luan. Dag, Luan. Weer kusjes terug. Schatje. Schatje. Dag. Hallo, zonsopgang, kijk eens. Een roze hemel. Veel plezier op school. Ja, doe. Nou, Daniel die is Luan naar school brengen. En ik ben hier met Lucilla nog in de badjas. Zij is er nog in de pyjama. Nou, ik ga me nu dus aankleden. Ik heb dus vanochtend namelijk gefocust op dat Luan op tijd aangekleed is en zo. En dan doe ik mezelf al als Daniel Luan is wegbrengen. Kom maar. En dan gaan wij nou aankleden, hè? Ga je met mama aankleden? Mama. Wil jij in de pyjama blijven? Ja. Nou, de badkamer. Ik ga eerst even mezelf aankleden. Ik zie weer dat ik een hele grote puist op mijn hoofd heb. Hi. Hallo. Papa. Nou, eerst even tanden poetsen. Nou, voordat ik mijn make-up erop doe, ga ik eerst even mijn lenzen in doen. Want die heb ik ook nog. Die heb ik nu, denk ik, nog geen maand. Kijk, ik heb hem hier dus op mijn vingers, zoals jullie hem zien. Kijk, dit is de lens. En ik heb hem zo met het kommetje naar boven, dat de randjes niet omklappen. Dus zo op mijn vinger. En dan trek je het onderste ooglid naar beneden. En met deze trek je het bovenste ooglid naar boven. Goed naar boven. En dan zet je hem er zo op. En dan knippen. Hopen dat hij blijft zitten. En zo zit hij erin. Lens is wel lastig als je haast hebt in de ochtend. Ik ben er geen doen, ochtends. Oh, kijk, daar valt hij dus. Nou ja. Nou, die naar beneden trekken. Die naar boven. Nee, hij vouwt om mijn vinger heen. Ooglid naar beneden. Ooglid naar boven. Nou, deze keer gaat het lukken. Oh, nee. Ja, mama probeert de lens in te doen, schatje. Nou. Ja, hij gaat niet. Nou, hij vouwt iedere keer om mijn vinger heen. Zit in mijn haar. Nou. Is dat nou, Silla? Ja, Lucilla staat hier naast mij. Wat is dit nou? De lens wil niet in. Ik doe het even bij de spiegel, hoor. Hij zit erin. Vraag niet hoe. Hij zit erin. Oh. Oh. Eerst dus de lens erin doen en dan opmaken. Anders heb je heel je make-up op je hele gezicht zitten. Ik ga eerst eventjes foundation op doen. Ik gebruik deze van Essence. Dat is de camouflage. Dat is de foundation. Dan doe ik mijn wenkbrauwen met deze. Mama, ook nog een beetje van deze. Wat is dit? Concealer? Ja. Kijk, daar. Dat plekje. Dat plekje. En mijn wallen. En mijn neus. En mijn kin. Ik doe het gewoon lekker altijd met mijn vinger. Uit. Smeren. Nou doe ik toch nog een beetje van deze eroverheen. Even afpoederen. Eyeliner. Dit is de eyeliner die ik altijd gebruik. Je hoort de wasmachine op de achtergrond. Maar dat maakt niet uit. Ja, ik weet ook niet dat je dit officieel niet mag doen. Maar als ik mijn eyeliner op doe, trek ik altijd mijn ooglid. Anders dan lukt het me niet. Kijk, ik kijk nou niet in de spiegel, maar in het schermpje. Dus het is voor mij extra lastig een eyeliner op doen. Maar ik ga een poging wagen. Dan inkleuren. En omdat het best wel zwart is, doe ik altijd nog. Ik gebruik dit paletje altijd. En met name die kleur en die kleur. Ik gebruik eerst eventjes deze. Die donkere. Dat doe ik dan in dat boogje. Dat doe ik een beetje hier. Dan doe ik dan weer dat lichte kleurtje. En doe ik dan over die zwarte eyeliner heen. Dan is die eyeliner niet zo donker. En dan een beetje zo helemaal uitsmeren. Nu ga ik de mascara op doen. En ik gebruik ook al jaren deze van Essence. Vind ik super fijne. Heel charmant gezicht dit. Rouge, deze. Ook van Essence. Wangetje erop zetten. Een lipje erop. Ik slaap trouwens altijd met een vlecht in. Doe ik al vanaf kinds af aan. Sommigen zeggen het is niet goed voor je haar. Maar jongens, ik doe het al vanaf dat ik kind ben. En Als ik niet slaap met mijn haar vast, dan is mijn haar zo'n klittenbende. Dat ik gewoon, als ik dan ga kammen, alle klitten eruit trek. Of allemaal haren eruit trek. Dus dat doe ik liever niet. Daarom heb ik ook wel eens krullen in, zoals je nu ziet. Soms doe ik die krullen dus 's ochtends uit door het nat te maken met water. Maar soms laat ik het ook gewoon zitten. En dan heb ik dus overdag krullen. Als ik niet zo heel erg veel tijd heb, dan maak ik het niet nat. En dan laat ik het gewoon zo zitten. En ik vind ook dat het vandaag ook wel leuk zit. Maar soms maak ik het ook 's ochtends nat en dan föhn ik het. En dan is mijn haar weer stijl. Dus als je deze krulletjes ziet in mijn vlogs, dan komt het dus niet door een permanentje. Maar gewoon dat ik mijn vlecht in heb gehad en dat ik het niet nat heb gemaakt in de ochtend. Oh, ja, die is van mama. Die is van mama. En dan nu even aankleden. En ik ben helemaal klaar. Zie je staartje? Ja, dat is een mooi staartje. Olifantje in het bos. Laat je mama toch niet los. Anders raak je de weg nog kwijt. En dan krijg je zeker spijt. Olifantje in het bos. Laat je mama toch niet los. Goed zo. Ja, daar is ze dan. Ik ben lekker met Lucilla, want Luan is naar school. Dus ik heb nu lekker met Lucilla de tijd. En we gaan wat knutselen, Sil. Wat gaan we maken? Ja. Mama even laten zien. Kijk, we hadden een heel leuke... Mama, ik zal even openmaken. Kijk, dit is heel grappig dus van de Action. Dan kan je zelf zeg maar een masker maken. Ja. Mama gaat hem even openmaken. Je hebt hier allemaal verschillende soorten vormpjes. Maskertjes. Vlindertjes. Allemaal soorten vlindertjes. En dan heb je hier van die versierseltjes. Zakje met allemaal dingetjes erin. En dan kan je dus zelf het maskertje gaan, gaan mooi maken. Die is mooi. Ja, zie je dat? Dat is leuk, hè? Gaan we eens eerst samen versieren. Dat zijn balletjes, die kan je erop plakken. Ja. Hoor. Kijk. Heel mooi geworden hoor, Lucilla. Kijk. Kijk. Wauw. Die is mooi geworden. Kijk, hier kan je kijken. Die is mooi geworden. Dan ben je een vlinder. Dan ben je een vlinder. Wauw. Mama. Wat ben je mooi! Wat ben je een mooie vlinder! Ze vindt het toch vet leuk ook? Ja, vind je het leuk? Een mooie vlinder ben jij! Nou, ik heb hem ook op! Kiekeboe! Mama ook! Ja, mama ook op! We moesten hem samen op, hè? Kijk, zijn we allebei een vlinder! Kiekeboe! Kiekeboe! Wauw. Iets naar beneden. Zo. Dan kan je kijken. Kijk. Wow. Lijkt je op een leeuw. Wauw. Wauw. Dat doet de vlinder niet. Dat zijn vlindertjes. Zie je dat? Kus. Ik zien. Wil je mama ook het zien? Wil je mama ook zien? Hier ben ik. Hier ben ik. Hier ben ik. Lucilla ligt even op bedje haar slaapje te doen. En ik heb hier een heerlijk kopje koffie gepakt met een lekker stukje chocola. En ik ga hier even weer wat werken. Ja, heel even jullie vertellen wat ik aan het doen ben. Ik ben hier een hele leuke video aan het editen voor de Valentine Special. Morgen is het Valentijn. Die hebben jullie al waarschijnlijk al online gezien. Maar ik ben dus even wat vlogbeelden van Daniel en mij aan het terugzoeken die niet online staan. Want Daniel en ik vloggen eigenlijk. Vloggen tussen aanhalingstekens. Want we wisten nog niet dat dat vloggen heette. Maar Daniel en ik vloggen eigenlijk al vanaf ieder apart vanaf dat we kind zijn. Maar ook al vanaf dat we bij elkaar zijn. Hebben we altijd al video's gemaakt. Zelfs onze eerste date hebben we gevlogd. En ik ben nu al die beeldjes die we dus allemaal al hebben gemaakt. En ik maakte toen ook al om de twee maanden maakte ik toen al een compilatie van die hele maand. Gewoon zelf om leuk te bewaren. Dat hebben we hier gewoon thuis op een stickje staan, zeg maar. Gewoon voor onszelf was dat toen. Want het vloggen op YouTube zetten was toen nog helemaal niet. Dus ik ben die stukjes aan het terugzoeken. En ik dacht, misschien is het wel leuk om dat bij deze Valentijnsdag special dat te delen met jullie. Onze allereerste vlogbeelden. Het is een heel hoop werk, dat wel. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden, want jullie hebben hem waarschijnlijk al online gezien. Maar hier zie je dus eigenlijk al de allereerste echte unieke beelden van Daniel en mij. Dat we aan het vloggen waren toen we nog niet getrouwd waren, toen we nog geen kinderen hadden, toen we nog geen YouTube kanaal überhaupt hadden. Dat niet eens het hele vloggen nog niet eens bestond. Ja, zie je eigenlijk de allereerste beelden. Dus dat is wel een stukje geschiedenis wat ik hier even aan het editen ben. Dus daar ga ik me eventjes mee verder. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden, want het is een heel edit werkje. Maar wel heel erg leuk om te doen. Dus ik ga weer even snel door voordat Lucilla wakker wordt van haar slaapje. Doeg! Oh, en voor als je benieuwd bent en je denkt, Farah, waar heb je het over? Kijk even de Valentijn Special. En ik zal ook nog eventjes een paar leuke vlogbeeldjes van Daniel en mij in deze vlog verwerken. Farah, Merry Christmas, bye bye. Ga je maar, Farah, geleien. En ben je geleien, zeg doe. Zeg doe. Nou, ik was klaar met wandelen. Ik zou terug gaan naar huis werken. Maar ik denk, ik ben de vadertijdskaart vergeten. Zal ik deze maar doen? Nou, en ik ben weer thuis van een 11 kilometer wandeling. Mijn haar zit heel erg bontmutst, dat zie je wel. Varen zie je iets heel leuks aan monteren voor Valentijn. Dat gaan jullie morgen allemaal zien. Nee, ik ga boven. Oh, dat hebben ze al gezien. Op die online. Nou, en er is iets heel gaafs. Ik ga zo meteen horen hoe laat en waar. We zondag jullie morgen meet en greet op de jaarbeurs bij de Tevalbeurs. Ja! Het is alweer tijd om Luan op te halen. Lucilla die slaapt nog lekker in haar bedje en Daniel zit boven te werken. Ik heb de vlog van de Valentijn Special af. Ik hoop dat jullie hem mooi hebben gevonden, want het was heel erg veel editwerk. Maar het was wel heel erg leuk om al die oude vlogbeelden nog eens eventjes terug te kijken. Dus nu eerst even Luan ophalen. Dag! We zijn weer thuis. Lucilla is ook weer lekker wakker. Ja, oh ja, ze heeft het duimpje ontdekt hoor jongens. De hele tijd het duimpje. Mama, ja, heb je het duimpje ontdekt? Mama, ben je? Mama, ben je? Mama is hier. Was je mama even kwijt? Ja. Heeft papa jou uit bedje gehaald? Mama zat nog op de fiets Luan ophalen van school. Maar kijk, daar is hij weer. Ah, jongen. Even lekker thuis. Ja. Dan gaan we even lekker spelen. Kus. Wat is het? Kus. Kus? Kus. Oh, lekker tetje. Je bent mijn lekkere puppetje. Je bent mijn lekkere puppetje. En ik heb vanochtend zoveel zitten te editen, jongens, dat ik niet eens heb geluncht. Dus ik heb honger als een paard. En nou hoop ik, kijk, nou heb ik dus crackertjes of, hoe heet dit? Geen crackers, rijstwafels. En ik vind dat super lekker, altijd met appelstroop. En de kinderen vinden dat ook lekker. Kijk. Appelstroop. Dus ga je mama helpen? Ja, en ja? Door de bak. Ja. Nou, vertel maar, wat heb je allemaal gedaan op school? Een poppenhoek. Toen ging mijn vriendje zeggen, ga in een bedje. Toen was ik een hondje. En toen zat ik in een poppenbedje. En juffrouw Henny, had hij dat gezien of niet? Nee, ik was verstopt. Verstopt? Nou, en Luan heeft ook weer een nieuwe tekening gemaakt vandaag op school. Ja. Deze, en wat is het, Luan? Ecoline heet dat. Van Ecoline. Ecoline. Het is heel lang geleden dat ik dat ook op school heb gedaan. Maar hij is prachtig, jongen. Mama gaat hem weer voor je ophangen. Op de koelkast, hè? Mam, kijk, daar is ook leuk. Ik kan niet mijn hand stil blijven. Oh, dat is niet erg. Doe maar bij jou erop. Kijk, hier heb je frommeltjes liggen. Oké. Die kan je zo daarop leggen. Oké. Balletjes, die mag jij nog. Mama, ik moet nog balletjes. Doe maar met je arm. Doe maar roze. Ja, jij de roze. Ah, ik wil ook op een spiegel zien. Nee, mam, ik wil gewoon op de spiegel. Spiegel zien? Mijn aardappel. Hoe vind je dat? En als je het zo doet. Je kan het zo doen. Ja. Heb je er nog een gemaakt? Wauw, wat een mooie. De kinderen zijn even lekker een beetje in de bank hangen en Peppa Pig aan het kijken. Terwijl ik eten heb gemaakt, ik heb een groentesoepje gemaakt. Ja, het ziet er heel vies uit, jongens. Ik weet het. Het was ook niet helemaal de bedoeling om hier een soepje van te maken. Maar het zijn champignonnen, paprika's en tomaten met kruiden. Dus het is een groentesoepje wat er niet lekker uitziet, maar het is wel lekker. En ik heb hier couscous met wat spekjes er doorheen. Daar moest dus eigenlijk die groente doorheen, maar dit is dus groentesoep geworden. Ja. Dus ik zeg, wat eten we vandaag? Vinden jullie verstand? Lekker daar, hè? Dankjewel. Vergeet niet te abonneren. Tot morgen. Doeg. Zeggen jullie tegen deze spijzen? Amen.